Het Hof van Justitie is drie griffiers rijker. Anwar Jagaru, Vanessa Akamba en Kawita Balgobin werden vanmorgen beëdigd in het gerechtsgebouw Civiele Zaken. Rechter Anand Sharan heeft de nieuwe griffiers de eed- en belofteformules voorgehouden. Hij gaf ook de taken aan waarmee zij vanaf nu zijn belast. U verleent de rechter bijstand en u moet daarnaast de voorschriften die u door de minister van Justitie en Politie worden gegeven, moet u dat opvolgen. U bent belast met de inrichting van de administratie, het beheer van het archief en de bewaring van de ter griffie neergelegde stukken en geldswaarden. U woont de terechtzittingen en verhoren bij en u voert aldaar de pen. Ter griffie wordt de register of rol voor burgerlijke zaken bijgehouden. Er zijn verder ook substituut griffiers die ook dienst doen ter terechtzitting en bij afwezigheid van de griffier deze vervangen. Het is een noodzaak dat er meer griffiers komen bij het Hof. Het werk is namelijk te veel voor de fungerende griffiers. Kawita Balgobin geeft aan wat men van de nieuwe griffiers kan verwachten. Het is mij vandaag de eer te beurt om het woord tot u allen te richten. Zojuist heeft de beëdiging tot fungerend griffier plaatsgevonden. Als wij uitgaan van ons gevoel en rechtsgevoel, dan ervaren wij dit moment dankbaar als zeer bijzonder. Omdat in ons het vertrouwen is gesteld om grote verantwoordelijkheden te dragen binnen deze nieuwe uitdaging en ons eerste hoogtepunt in onze nog vrij jonge carrière. Dat willen wij doen door accuraat en heel serieus onze taak uit te voeren. Bij de uitoefening van deze taken zijn teamwork en teambuilding een van de belangrijkste sleutelwoorden voor het behalen van niet alleen succes, maar ook de kwaliteit van het procesverloop tot een eindvonnis. U mag op ons voor de 100% rekenen. Dit is evenzo onze verantwoording aan de rechters, de griffiers en het publiek om van hetgeen ter terechtzitting plaatsvindt, accurate notities te maken. Onze stageperiode hebben wij als heel leerrijk en interessant ervaren. Vanwege het dynamisch karakter van het recht, CQ, het civiele recht, menen wij dat het enthousiasme en de toewijding niet minder zal worden. Dit gezegd hebbende bedanken wij op de eerste plaats de almachtige, want zonder zijn steun en kracht zouden wij hier niet kunnen staan. De drie jonge griffiers werden gefeliciteerd en succes toegewenst in hun carrière.